Goedemiddag, lieve mensen. Ik zit hier in Dordrecht. Vandaag 45,7 kilometer van Roosendaal naar Dordrecht. Ook weer volbracht. Behoorlijk warm. Ik heb de hele wandeltocht gezelschap gehad van een collega. En die is met me meegelopen. Superleuk. We hebben best wel doorgelopen om nog voor het noodweer wat voorspeld is binnen te zijn. Dat is gelukt, want 4 uur en we waren binnen. Dat is al een behoorlijk tempo. Met pauzes en alles gemiddeld toch een 5 kilometer per uur. Dus dat is geweldig. Ik ben wel inmiddels helemaal op, helemaal klaar mee. Ik heb een kilometer voor het station nog even koffie gehaald, want daar had ik trek in. Nu wachten op degene waar ik vanavond weer kan verblijven. Ik zit even lekker bij te komen hier op Dordrecht. En dan morgen weer van Dordrecht naar Rotterdam. Een klein stukje in vergelijking met vandaag weer. Dit was de ene langste route. Maar trots dat ik het weer gehaald heb. En super leuk dat er iemand helemaal vanaf Roosendaal met me mee is gelopen. Dus tot morgen weer.